Beste accountant, beste belastingsadviseur. Welkom op deze opleiding met als titel Evaluatie van de overnameprijs door de ogen van de accountant van de koper. Ikzelf ben Yves Huygebaert, KMO-adviseur bij KBC. Vanuit onze functie geven wij fiscaal-juridisch advies op sleutelmomenten voor ondernemers. Laat nu net het overnemen van een onderneming een van de belangrijkste sleutelmomenten zijn in de loopbaan van een ondernemer. En dan weet je dat deze opleiding meteen voor jullie ook belangrijk kan zijn. De inhoud van deze opleiding is als volgt gestructureerd. In eerste instantie gaan we de tijdslijn van een overnameonderhandeling even van nabij bekijken. Om dan toch het belangrijke onderscheid tussen waardeberekeningen enerzijds en prijsonderhandelingen anderzijds van nabij te bekijken. Om die prijs goed te evalueren, zijn er verschillende benaderingstechnieken. Als accountant van de koper, kandidaat-koper, ga je vooral de haalbaarheid van die overname in kaart moeten brengen. En die haalbaarheid kan je bekijken vanuit de rendementsoogpunt. Bruto rendementen, maar ook netto rendementen. Anderzijds is het ook zo dat u de haalbaarheid van een financieringsoogpunt kan bekijken. Kunnen we de structuur zo opzetten dat financieringen potentieel makkelijker kunnen of op een langere looptijd kunnen. En dat verhoogt dan natuurlijk de haalbaarheid. En finaal gaan we uiteraard een paar conclusies proberen te nemen. De tijdslijn van een overnameonderhandeling, ja, dat gaat in principe stapje vooruit om uiteindelijk te kunnen eindigen op de afsluiting van een dossier, wat men de closing noemt. Maar het begint allemaal met het verzamelen van informatie. En het is voor u als accountant niet altijd evident om direct in zo'n proces te stappen. Want het kan heel goed zijn dat uw klant, kandidaat-koper, al in contact getreden is met de kandidaat-overlater. Zij hebben elkaar misschien professioneel leren kennen en zijn op die manier al eigenlijk het proces stilletjes aan het opstarten. Het kan ook zijn dat uw klant via een overnamebemiddelaar benaderd geweest is als kandidaat-koper. Of dat hij zelf proactief op zoek geweest is om een overname te kunnen doen. Of misschien is hij ook op een platform gaan neuzen en heeft hij een potentiële interessante onderneming gevonden op het overnamemarkt.be of op Matchit als platform. Maar in eerste instantie zal het belangrijk zijn dat uw kandidaat-koper informatie kan verzamelen. Meestal wordt er dan wat men technisch noemt een non-disclosure overeenkomst getekend. Een geheimhoudingsverklaring die ervoor zorgt dat de verstrekte informatie voor de correcte doeleinden zal gebruikt worden. En hopelijk zal uw klant zich niet alleen beperken tot de cijferinformatie. Want dat is natuurlijk consulteerbaar, hè, via de Nationale Bank of via de bekomen interne jaarrekeningen. Maar het is ook belangrijk om de sector in kaart te brengen waarin het bedrijf actief zal zijn. En ook heel specifieke bedrijfsinfo. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Waar is het gevestigd? Zijn die gebouwen waar dat bedrijf gevestigd is potentieel eigendom van de onderneming of worden ze gehuurd? En als ze gehuurd worden, zijn ze dan eigenlijk eigendom achterliggend van de eigenaar van de vennootschap of is dat gewoon een derde partij die eigenaar is? Belangrijk in het kader van de continuïteit van de uitbating zal ook zijn om even af te toetsen in welke mate de uitbating van die onderneming correct vergund is. En als die vergunning nog lang genoeg loopt en eigenlijk volledig up-to-date is met de activiteiten die er vandaag zijn. Vanuit die informatie, die grote bundel aan informatie, zal het vooral uw taak zijn als accountant of belastingsadviseur om een analyse te gaan maken. Over welk type transactie hebben we het? Want we weten allemaal dat een overname eigenlijk grosso modo uit twee grote blokken kan bestaan. Ofwel gaan we een overname hebben van aandelen, ofwel hebben we een overname van assets van de activa van de onderneming. Ja, de beide types transacties vergen een specifieke analyse. Maar het uitgangspunt is altijd dat een overname op een gegeven moment zichzelf moet terugverdienen en ga je dus achterliggend een terugverdientijd gaan berekenen. Tegelijkertijd ga je kijken, afhankelijk van het type transactie, het risico en de terugverdientijd, hoe dat u deze
overname zal structureren. Als het een aandelentransactie betreft, kan het gerust zijn dat u beslist om een holding op te richten, een vennootschap die de aandelen van de andere vennootschap zal kopen. Het kan ook zijn dat bij een asset deal de overname van de activa geïntegreerd wordt in de bestaande ondernemer of onderneming van uw klant. En uiteraard zal het sluitpunt van uw analyse zijn van wat is nu eigenlijk in onze evaluatie van een potentiële prijs die wij voor deze onderneming kunnen of willen betalen. Om tot een prijs te komen, zal u ook een waardebepaling moeten doen, een waardeberekening. Die kan ofwel opgemaakt zijn door de kandidaatverkoper en u bezorgd worden, ofwel zal u zelf deze analyse moeten maken. Maar in elk geval zal verwacht worden dat u in een volgende fase overgaat tot het bieden van een bepaalde prijs op de aandelen of op de activa van de onderneming. Die biedprijs, ja, die bestaat uiteraard uit een getal, uit een som die zal geboden worden. Maar het zal veel ruimer zijn dan dat. Het zal gelinkt zijn aan bepaalde voorwaarden. Dat kunnen voorwaarden zijn die bijvoorbeeld te maken hebben met de continuïteit van het bestaande management. Ik bied u een prijs op voorwaarde dat u nog 1 of 2 of 3 jaar blijft verder werken voor de zaak. Tegelijkertijd kan ik mij gerust voorstellen dat u zal proberen om garanties te bedingen. Garanties die er moeten voor zorgen dat de voorwaarden die u oplegt ook effectief nageleefd zullen worden. En die zouden potentieel consequenties kunnen hebben tot het al dan niet uitbetalen van een restsom van de biedprijs of eventueel tot het recupereren van een garantiesom die geblokkeerd staat op een escrow-account. Naast al deze zaken komt uiteraard het sluitstuk: hoe gaan we die overname betalen? Wordt deze overname onmiddellijk op de dag van de overname zelf betaald? Of zit er een potentieel uitstel van betaling op, al dan niet verleend onder de vorm van een vendorloon, een lening door de verkoper aan de kandidaatkoper? Van het niet-bindend of het bindend bod zal na uitonderhandelen normaal gezien een contract opgesteld worden. Een contract dat getekend wordt op de closingdag. De closing is de sluitingsdag van de overname. Op dat moment is het contract getekend en volgt uiteraard een van de belangrijkste zaken toch in hoofde van de kandidaatverkoper, dat is de betaling van de som. Tegelijkertijd zal op deze dag een dubbele algemene vergadering plaatsvinden. Een sluitende algemene vergadering voor het oude aandeelhouderschap en een startende aandeelhoudersvergadering voor de nieuwe aandeelhouders die hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk een nieuw bestuur zullen benoemen. En het is juist in dit proces dat u als accountant die analyse zal moeten maken, want u bent op dat moment de vertrouwenspersoon van uw kandidaatkoper. U zal die analyse moeten maken om uw klant te begeleiden om een bepaalde verantwoorde biedprijs te kunnen bieden. Om uiteindelijk een gemeenschappelijk doel na te streven, het sluiten van een contract. Wat is nu het verschil tussen een waardebepaling enerzijds en een prijs anderzijds? Wel, waarde is het resultaat van een berekening. Dat is objectieve wiskunde. Wat niet betekent dat het eigenlijk een exacte wetenschap is. Want die berekening, dat is gebaseerd op een formule en het resultaat van die berekening hangt af van heel wat parameters. We weten allemaal dat waarde enerzijds intrinsiek kan bekeken worden vanuit het oogpunt wat zit er in die onderneming. Anderzijds zal een overnemer hoogstwaarschijnlijk zich ook trachten te verdiepen in het feit van wat kan ik uit deze zaak halen? Wat is het rendement die ik er nu op de korte, middellange en lange termijn kan uithalen om voor mezelf als overnemer een meerwaarde te gaan creëren? En het is net die rendementswaarde die er gaat voor zorgen dat die overname tussen haakjes zichzelf terugverdient. Dat er vanuit de overgenomen zaak voldoende rendement kan gecreëerd worden om de overnameprijs te betalen. Het resultaat van die berekening is meestal wat men noemt een ondernemingswaarde. Een ondernemingswaarde
is nog niet hetzelfde als een aandelenwaarde. De waarde van aandelen is de waarde van de volledige korf van de vennootschap zelf. En u neemt met andere woorden op dat moment alle hebben en houden van die vennootschap over. Waardoor dat je de ondernemingswaarde moet corrigeren met de netto kaspositie. Wat is dat? Dat zijn de kassemiddelen die aanwezig zijn, met daarvan afgetrokken de openstaande schulden. Want die neemt u ook in de overname mee over. Een prijs, dat is het resultaat van een onderhandeling. Je weet weliswaar de waarde, maar die prijs kan nog volledig anders zijn. Want die prijs is afhankelijk van de markt. Als er veel vraag is, maar weinig aanbod in het type ondernemingen die uw klant voor ogen heeft om over te nemen, gaat de waarde misschien wel hetzelfde zijn, maar de prijs gaat omhoog gaan omwille van krapte op de markt van dergelijk type ondernemingen. Tegelijkertijd gaat ook de prijs mee bepaald worden door een beoogde terugverdientijd. Hoe risicovoller een potentiële vennootschap is, hoe sneller de terugverdientijd zal moeten zijn, omdat je daar een zekere marge moet creëren om tegenvallende resultaten of schommelingen op te vangen. Een risicoloze overname die zal potentieel een iets langere terugverdientijd bij uitgangspunt mogen hebben, omdat daar weinig verwachtingen zijn dat daar schommelingen zullen zijn. In elk geval zal u, als u een prijs noemt, samen met uw klant moeten overwaken dat elke prijs die u noemt ook effectief financieel haalbaar zal zijn. En net om die haalbaarheid te gaan bekijken, gaan we even kijken van nabij welke benaderingstechnieken we daarvoor hebben. Laat ons even een paar technieken van nabij bekijken hoe we die haalbaarheid precies in kaart gaan brengen. In eerste instantie gaan we even de haalbaarheid op basis van het bruto rendement gaan bekijken. En daar komt meteen een van de meest bekende terminologieën naar voren, EBITDA. De Engelse term voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. EBITDA is dus in het Nederlands niet meer of niet minder dan het bruto bedrijfsresultaat. Maar doordat we de waarde van het rendement bekijken voor de afschrijvingen, houdt deze EBITDA bij gevolg geen rekening met investeringen. Belangrijk om in het achterhoofd te houden. De EBIT, die is dan wel na de afschrijvingen. Bij gevolg houdt deze berekening wel rekening met investeringen. Bij gevolg zal het verschil tussen een EBITDA en een EBIT vooral naar voren komen in ondernemingen die nogal kapitaalsintensief zijn. Type voorbeelden zijn productieondernemingen, transportondernemingen, die hebben heel wat investeringen en bij gevolg ook heel wat afschrijvingen. Handelaars, tradingbedrijven, detailhandel, die hebben meestal weinig afschrijvingen of minder investeringen. Zeker als dit al een matuur bedrijf zou zijn. En dan zal EBITDA en EBIT relatief dicht bij elkaar zitten. Nu, resultaten zomaar kopiëren vanuit een aangeleverde resultatenrekening van uw kandidaatverkoper zou helemaal geen goed idee zijn. Het is immers belangrijk dat er een paar correcties gebeuren op dat gepubliceerde resultaat. Een van de belangrijkste normalisaties zijn de verloningen van de aanwezige bestuurders. Waarbij u zich de vraag moet stellen, is de verloning die in deze onderneming uitbetaald werd of wordt, is die marktconform? Is die niet extreem laag, waarbij dat de bestuurder als het ware niet meer verdient dan de eerste beste vakantiejobber? Of is het juist aan de andere kant extreem hoog, waarbij dat de bestuurdersverloning bijvoorbeeld via een managementsvennootschap, relatief hoog is en waardoor dat het echte rendement van de overgenomen vennootschap afgeroomd wordt. Dus dit gaan we in eerste instantie al corrigeren. Tweede correctie die we gaan doen. We gaan bekijken in welke mate dat er kosten in deze onderneming verwerkt zijn die misschien niet helemaal bedrijfseigen zijn en misschien voor een aanverwante vennootschap of zelfs voor de bestuurder gemaakt worden. Bijvoorbeeld zouden die kosten kunnen bestaan uit een eerder abnormale verhuring van het bedrijfsgebouw aan deze vennootschap. Abnormaal omwille van de hoogte
of abnormaal, omwille van het feit dat niet alle gebouwen die verhuurd worden aan de vennootschap ook effectief van nut zullen zijn na de overname. Belangrijk dus om met gecorrigeerde cijfers aan de slag te gaan. Waarbij het verleden als maatstaf zal dienen, maar het toch belangrijk is om een toekomst te voorspellen, als het ware, om een indicatie te krijgen over de toekomstige mogelijkheid van rendement. Want het is natuurlijk in de toekomst dat uw klant zijn overname terugverdiend zal moeten krijgen. Hoe lang gaan we daarvoor in het verleden? Meestal 3 tot 4 jaar. We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat het jaar 2020 voor heel wat ondernemingen een zeer abnormaal jaar geweest is. Vandaar dat het nuttig kan zijn om een extra jaartje terug te krijgen, kijken om in feite die track record toch met een zekere stabiliteit naar voren te brengen. In elk geval zal u de weging in het gemiddelde die u maakt van het verleden moeten afstemmen op de abnormaliteit van het COVID-jaar. Tegelijkertijd zal u ook moeten weten vanuit welk cijfer ga ik de toekomst gaan bekijken. Start ik vanuit het diepe dal van 2020 met COVID-cijfers of neem ik mijn start voor de toekomst vanuit een gemiddelde waar het COVID-jaar voor een stukje uitgezuiverd is. Toch wel een zeer belangrijke nuance. Nu, EBITDA wordt vermenigvuldigd met een multiplicator. En we horen heel dikwijls, dat is niet moeilijk, EBITDA maal 5. Wel, dat is standaard niet zo. De multiplicator wordt aangepast en is afhankelijk van bepaalde zaken. En die 5... dat moet je eigenlijk gaan interpreteren als de terugverdientijd in jaren met uw bruto rendement. Dat betekent dus dat als u met 5 vermenigvuldigt, dat u het bruto rendement voor 5 jaar blokkeert om de overname te betalen. En dat vanaf het 6e jaar voor eigen rekening kan werken. Wel, vandaar dat je al aanvoelt dat die 5 niet zomaar standaard kan zijn. Dat is afhankelijk van de sector. Hoe risicovoller uw sector, hoe volatieler die sector is, hoe meer kans dat men die terugverdientijd wil verkorten om het risico op te vangen. Zitten we ergens in een sector met relatief weinig risico aan of weinig conjunctuurgebonden, dan gaat dat potentieel wat hoger liggen. Het kan ook zijn dat op basis van de vermenigvuldigingsfactor en de sector er een hoger resultaat bekomen wordt omwille van heel specifieke situaties. Ondernemingen die bijvoorbeeld in de voorbije jaren een ontwikkeling gedaan hebben, veel kosten gemaakt hebben, maar nu eigenlijk aan de voordeur staan van een commerciële doorbraak. Het kan ook zijn dat we moeten nagaan in welke mate is de bestaande vennootschap afhankelijk van zijn huidig bestuur. Als de overlater het bedrijf effectief ook na de overlating zal verlaten, dan is er misschien kans dat bepaalde klanten of leveranciers zullen afhaken. Het kan zelfs nog sterker zijn. Dat is dat de omzet afhankelijk is van 1, 2, 3 grote klanten. Dan ben je natuurlijk voor een stuk kwetsbaar en dit ga je mee gaan calculeren in je vermenigvuldigingsfactor op de EBITDA. De stabiliteit van je trackrecord gaat ook een stuk risico-inschatting kunnen zijn. Hoe stabieler die onderneming in het verleden gewerkt heeft, hoe waarschijnlijker het is dat ook in de toekomst deze EBITDA's gehaald zullen worden. Tegelijkertijd, en dan zitten we eerder in prijs dan in waarde, zal de appetijt naar dergelijke ondernemingen in de markt spelen om uw multiplicatorfactor te gaan bepalen. Op vandaag is er een duidelijke appetijt voor installatiebedrijven. Installatiebedrijven met een zekere grootorde die een toegevoegde waarde kunnen bieden door ook materiaal mee te verkopen naast de gepresteerde uren, liggen goed in de markt. Automatisch gaat uw multiplicatorfactor een stukje verhogen. Maar hou altijd in het achterhoofd, we zitten voor investeringen met EBITDA. We moeten dus opletten dat we onze investeringen ook nog betaald krijgen. En het kan ook zijn dat uw klant, kandidaat koper, zegt voor mij, spelen hier strategische belangen. Ik heb bepaalde schakels in de ketting al in eigen beheer. Als ik dit bedrijf kan overnemen, dan heb ik een volledige integratie van de ketting. Ik ben bereid om daar meer voor te betalen. Want het rendement zal voor mij duidelijk hoger zijn dan wat nu blijkt uit de onderneming die ik zal overnemen.
Een tweede manier om vanuit bruto rendement een haalbaarheid te gaan evalueren, is op basis van de free cashflow, vrije cashflow. Cashflow is een engere benadering van bruto rendement dan EBITDA en EBIT, omdat we daar ook rekening houden met de financiële kosten, de belastingen die verschuldigd zijn op de winst. En cashflow bestaat grosso modo uit twee grote componenten. In eerste instantie de netto winst en in tweede instantie de niet-kaskosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en provisioneringen. Cashflow bepaalt de terugbetalingscapaciteit van een onderneming in zijn geheel. Met andere woorden, doordat we de aandelen van een onderneming overnemen, moeten we enerzijds rekening houden met de bestaande schuldgraad en anderzijds met de marge die daarbovenop nog gecreëerd kan worden om extra goodwill in de aandelenprijs te gaan betalen. Als er nog een schuldgraad in de onderneming is, dan is het altijd belangrijk om u af te vragen: wat wordt er gefinancierd op vandaag? Zijn dat investeringen? Is dat een initiële stokfinanciering? Zijn dat historische bundeling van schulden? Zijn dat belastingschulden die gefinancierd worden op een lange termijn? Belangrijk om te weten, creëert de schuld ook effectief waarde voor de onderneming? En kijk zeker ook eens naar de restlooptijd van die ondernemingskredieten. Hoe langer ze nog lopen, ja, hoe langer het wachten is op vrije extra cashflow. Tegelijkertijd zal u ook even moeten kijken in welke staat verkeren de activa op vandaag van die onderneming. Heeft de onderneming in de laatste jaren nagelaten om vervangingsinvesteringen te doen, dan zal ze hoogstwaarschijnlijk op vandaag een lage schuldgraad hebben, maar zal ze misschien net voor een nieuwe investeringsronde staan, waardoor dat de vrije cashflow vandaag eigenlijk een vertekend beeld is. Want ze zal opgevuld worden met nieuwe vervangingsinvesteringen en pas daarna zal er ruimte gecreëerd kunnen worden om de overname te kunnen financieren. Dus hou zeker rekening met de staat van de activa van de onderneming die u overneemt. Uiteraard gaan we hieruit van een cashflow-benadering in going concern. Dat betekent dat een cashflow in principe niet berekend wordt vanuit een liquidatiewaarde, waaruit dat door de verkoop van de activa zelf centen zouden binnenkomen. De meeste overnames worden uiteraard gedaan met de bedoeling om recurrent resultaat te kunnen genereren en in de toekomst nog een extra waarde te gaan creëren. Zoals gezegd zal waarschijnlijk de overname van aandelen gestructureerd worden via een holdingstructuur of een managementvennootschap. Het zal juist die holding of die managementvennootschap zijn die een kredietpositie zal aannemen ten opzichte van een bankier of ten opzichte van de verkoper onder de vorm van een vendorloon. Hoe krijgen we dan centen, middelen, cashflow vanuit de overgenomen vennootschap, die men ook de targetvennootschap noemt, naar die holdingvennootschap? Wel, dat zal uiteraard komen vanuit de vrije cashflow. Ofwel zal men een facturatie doen, en die facturatie zal dan waarschijnlijk een managementvergoeding zijn. Dat is dan op zich een opstroom van bruto middelen. Maar de surplussen die opgestroomd kunnen worden naar boven, naar een holdingvennootschap, zal gebeuren onder de vorm van dividend. En een dividend kan alleen maar uitgekeerd worden als de vennootschap ook effectief winst maakt. Netto winst maakt, winst waarop getaxeerd geweest is. En dat dividend kan eenmalig zijn, maar het kan ook recurrent zijn. Eenmalige dividendstromen kunnen vanuit de historische reserves van de onderneming opgestroomd worden. Recurrente dividendstromen komen vanuit de surpluswinst na de managementvergoedingen van de werkmaatschappij naar de holding. Zoals u weet, is het opstromen van een dividend tussen twee vennootschappen potentieel mogelijk onder de DBI-voorwaarden. DBI, definitief belaste inkomsten. Je zal met andere woorden geen dubbele taxatie hebben. De werkmaatschappij betaalt zijn normale taxatie op zijn winst, heeft netto winst over en kan die eigenlijk voor 100% opstromen naar de holding. Daar zijn drie zeer belangrijke voorwaarden aan. De aandelen moeten minimum 1 jaar in portefeuille gehouden zijn. Met andere woorden, de DBI-voorwaarden treden in principe maar in voege nadat u de aandelen 1 jaar in bezit hebt.
Daarnaast moet uw participatie voldoende groot zijn. En moet de onderneming die de targetvennootschap is en de werkvennootschap is, aan taxatievoorwaarden voldoen. Zij moet, met andere woorden, aan een normaal belastingsregime onderworpen zijn. Die terugstroom van netto-winst naar de onderneming is eveneens risicogerelateerd. Hoe risicogevoeliger een bepaalde overname of sector of bedrijf is, hoe hoger het verwachte rendement zal zijn. Om juist die risico's voor een stuk te gaan indekken, om een goed jaar te kunnen compenseren met een eventueel wat tegenvallend jaar. Anderzijds zal men altijd een aftoetsing maken naar de vaste rentevoeten die op dat moment geldig zijn. Een overname bekeken vanuit een netto-rendementsmethode zal dus voor een stukje rentegevoelig zijn. De combinatie van de bruto-mogelijkheden onder de vorm van vrije cashflow en de netto-mogelijkheden om die cashflow ook op de juiste plaats te krijgen, zijn volgens mij de belangrijkste criteria om een overname te gaan beoordelen. Want heel dikwijls zal u nood hebben aan een externe vorm van financiering en zal u aan die partijen die die financiering voorzien, een bankier of een andere partij, of eventueel zelfs de verkoper, moeten kunnen aantonen dat je effectief de aangegane financiering ook kan terugbetalen. Dan kunnen we ook even gaan kijken naar die analyse van dat rendement. Waar zou die financiering in de structuur het best kunnen zich situeren? Heel dikwijls zullen we vaststellen dat die holdingvennootschap een relatief mager beestje is. Die wordt opgericht met het doel om die overname te doen, maar die heeft anders niet zoveel substantie. Maar de overgenomen vennootschap, de targetvennootschap, die zal misschien al veel matuurder zijn en die zal misschien zeer belangrijke activa in haar bezit hebben. Of we zullen vaststellen dat het niet zo evident is om zomaar middelen van beneden naar boven op te stromen, omdat er relatief weinig netto-rendement zal zijn. Wel, als we de kunst creëren om de schuldpositie naar beneden te duwen in de structuur, dan kunnen we in de targetvennootschap potentieel een financiering aangaan. Technisch gesproken spreekt men over een debt pushdown, het naar beneden duwen van de schuldpositie. Dit is toegelaten, voor zover dat we natuurlijk een geoorloofd doel kunnen financieren in de targetvennootschap. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat we, als we daar beneden een financiering kunnen aangaan, een waarborgmogelijkheid hebben in de targetvennootschap op een onroerend goed bijvoorbeeld. Of waarbij dat we eigenlijk andere vaste activa als onderpand kunnen gaan gebruiken. Het kan ook gebruikt worden om een eenmalig dividend vanuit historische winsten naar boven op te stromen, om in één keer de schuldpositie van de holding te verlagen, een betaling mogelijk te maken aan de kandidaat over later, maar een schuldpositie te creëren in de targetvennootschap. Ook daar moeten we natuurlijk bij de uitkering van een eenmalig dividend rekening houden met een minimale houdperiode, een participatievoorwaarde en de taxatievoorwaarde bij de targetvennootschap. Het kan ook zijn dat de onderneming historisch door bijvoorbeeld een inbreng of een groot aanvangsvermogen een mogelijkheid geeft om dat aanvangsvermogen of kapitaal van destijds te laten zakken. Ook dit kan potentieel gefinancierd worden als die passief post van kapitaal of inbreng niet vertegenwoordigd staat door cash op de actiefzijde, maar bijvoorbeeld door vaste activa onder de vorm van vastgoed. Een debt pushdown-methodiek gaat er soms voor zorgen dat ook de looptijd van de kredietverlening, die standaard 5 à 7 jaar is, kan verlengd worden tot een langere looptijd, afhankelijk van bijvoorbeeld de waarborgmogelijkheid in die targetvennootschap. Een tweede mogelijkheid om vanuit het financieringsoogpunt een evaluatie te kunnen maken naar haalbaarheid is de mogelijkheid om het systeem van de financial assistance, de financiële steunverlening, te evalueren, te bekijken en eventueel toe te passen. Financiële steunverlening vanuit het targetvennootschap aan de holding
is in gevolge de aanpassingen van het wetboek Vennootschappen en Verenigingen toegelaten. Die financiële steunverlening komt enkel tot stand als het krediet dat toegestaan wordt in de targetvennootschap het oogmerk heeft of het doel heeft om de aandelen van zichzelf te laten verwerven. Financieringen kunnen daardoor gebeuren door bijvoorbeeld een lening zonder echte tegenprestatie te geven vanuit de target aan de holding om op die manier de betaling te kunnen doen. Het kan ook zijn dat je onder de vorm van een waarborgverlening aan de holdingvennootschap een financiële steunverlening aanbiedt om het krediet weliswaar aan te gaan in de holding, maar om waarborgen te nemen op de activa van de targetvennootschap. Er zijn echter beperkingen. De financial assistance wordt altijd beperkt tot de beschikbare reserves van de onderneming. En gedurende de periode van de financiële dienstverlening, financiële steunverlening, moet u deze beschikbare reserves onbeschikbaar aanhouden. Daarnaast zijn er in gevolge het wetboek Vennootschappen en Verenigingen enkele administratieve verplichtingen. Deze zijn echter iets soepeler dan voorheen. Maar een van de zaken is dat u de effectieve financial assistance ook publiceert, zodanig dat ze consulteerbaar is voor derde partijen. Hoe kan je nu die financial assistance gaan verlenen? Dit zou perfect kunnen vanuit de beschikbare liquiditeiten van de targetvennootschap. Je betaalt als het ware in de verrekening van die netto kaspositie die kasmiddelen mee in de overnameprijs, maar je gaat ze nuttig gebruiken om ook meteen die overnameprijs te kunnen betalen voor dat deel. Je kan dus met beschikbare middelen een lening toekennen vanuit de targetvennootschap aan de holdingvennootschap onder de vorm van een financial assistance. Evengoed zou het kunnen zijn dat u geen liquiditeiten aantreft in de targetvennootschap, maar wel activa die niet meer gefinancierd zijn, bijvoorbeeld een gebouw. Wel, op dat moment zou u perfect een lening kunnen aangaan in de targetvennootschap om door te geven aan de holdingvennootschap om de uiteindelijke overlater te betalen met een waarborg op het onroerend goed. Dit kan dus bij gevolg een mogelijk alternatief zijn voor het uitkeren van een eenmalig dividend, omdat er bijvoorbeeld op dat moment geen mogelijkheid is om dat te doen, omwille van een van de DB-redenen bijvoorbeeld. Wat kunnen we concluderen? In eerste instantie is er een groot onderscheid tussen waarde, het resultaat van een berekening, en prijs, het resultaat van een onderhandeling. Het zal juist uw taak zijn als accountant om te blijven evalueren als de waardeberekening enerzijds strookt met het bod of de prijs die geboden wordt anderzijds en tegelijkertijd de haalbaarheid van dat bod in kaart moet brengen. Tweede, die haalbaarheid dat blijkt uit meerdere aspecten. Dat blijkt uit bruto en netto rendementen, dat blijkt uit vrije cashflow, in mijn ogen de meest belangrijke evaluatiefactor, omdat het juist de financierbaarheid van de overname in kaart brengt, maar tegelijkertijd met oog voor toekomstige noodzakelijke investeringen, vervangingsinvesteringen die de huidige zakengang moeten kunnen continueren. En als derde, er is echt meer dan EBITDA alleen om een terugverdientijd te berekenen. En zeker, de multiplicator is afhankelijk van verschillende factoren en is niet zomaar standaard 5. Bedankt voor uw aandacht. Ongetwijfeld misschien tot ziens in een van de volgende dossiers die jullie behandelen. En bekijkt u dit webinar in het kader van de accreditatie, vergeet dan zeker de afsluitende toets niet te maken. Liantis samenwerkt.